Hallo boeren en boerinnen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik proberen te levelen naar 88. Ik denk dat het wel lukt. Zoals je kan zien bovenin een speelbalk moet ik nog iets over de 10.000. Dus ik denk dat het wel lukt deze video. Ik ga het gewoon proberen. Op het volgende level unlock ik nieuwe bananen en gemberthee en appelgemberthee is het volgens mij. En hoe heet het? Iets van een smoothie wat heel makkelijk te maken is. Dus dat wordt leuk. Deze order kan weg, want dat is niet zoveel waard voor wat het vraagt. En deze kunnen we wel versturen, ja. Dit is ook niet zo heel veel, maar dit is nogal goed te doen. Hopelijk gaan de orders niet zo erg worden. Ik heb een XP booster aan staan, zoals ik het zie. Nog 7 uur 50 minuten om te levelen. Nou, deze order kunnen we ook nog wel doen. De juwelenorders krijg ik heel vaak op een moment. Maar goed, dat zij zo. Die zijn wel goed XP en ik krijg er een foutje voor. Koekjes heb ik niet meer. Dus we gaan deze gewoon versturen. Nou, dit komt allemaal nog even niet terug. Dan komt er een melding binnen die ik omhoog aanschuiven, want daar heb ik niks mee. Twee appelsap heb ik niet, dus... Nou ja. Ik collect mijn XP nog even niet van die truck. Ik ga proberen met die producten die ik verzamel nu. En dit even de honingraten verzamelen. En dan maken we nog wat honing. De honingpinda's. Die zitten er al in. En nu verzamel ik gewoon het XP. Waarom ook niet? Yes, we zijn geleveld. Ik maak nog even een screenshot. En ja, dan gaan we even op zoek naar een nieuwe product en zo die ik unlocked heb. Nou ja. De volgende order komt pas over 15 seconden komt er nog één. Hopelijk is hij een beetje leuk. Ja, volgens mij gewoon niet. Deze, weet je wat? Die order van die sap en die jam, die verwijder ik gewoon. Nee, gaan we niet doen. Nou ja, 2 minuten 14, dan komen we hier weer terug bij het orderbord. Nee, dat mag je niet. Ik heb heel veel dingen tegenwoordig die bieten vragen. Daar hoor ik niet zo voorbij van. Mis ik natuurlijk weer van die leuke spullen in de krant ook. Nou, zo, ik ga de bananenbomen even planten. Dan ga ik deze bomen even weg. Die bomen zijn, nou ja, leuk, maar er moet even die bananen... bomen geplaatst worden. Die komen er voor in de plaats, ja. Zo, mooi bij de zuivelfabriek en bij de olijfbomen. 2, 3, laat ik er 10 doen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top. Helemaal top. Ik heb room nodig, zie ik. Dan moet ik niet de boter erin gooien nu. Zo, even allemaal room erin. Zo, dat runt ook weer mooi. Buurtchat is lekker actief. Nou, dit krijg ik op het volgende level. Paddenstoelen. Vruchtencake. Paddenstoelen. Salade.
Sinaasappel thee. Ik weet niet zo goed de Nederlandse benaming hiervoor, maar dat kwam er zo wel op. 10 diamanten en 2 veldjes. Weet je wat, ik zet de taal gewoon even op Nederlands, dan kunnen we de vertaling zien. En mijn hond blaft. Ja, ik weet niet waarom hoor. Ook tofu roerbak heet dat. En vruchtencake en paddenstoelsalade en sinaasappelthee. En natuurlijk paddenstoelen. En 10 diamantjes en 2 veldjes. Ja. Nou, dat krijg ik allemaal dus. Hier staat de appelgemberthee. Dat is 2 appels, 1 theeblad en 1 gember. Dus dat gewoon, daar gooi ik gewoon een mooi veel van in. Die chocoladepopcorn werd me in ieder geval veel van mijn schuur geroofd. De krant staat niks interessant op het moment. Ik heb nog 14 tape, nog 50 planken en nog een aantal bouten nodig. Dus ik kom alweer dicht bij de schuurupgrade. Dat zou hartstikke fijn zijn als dat nog even kan gebeuren. Ik gooi die er wel in. En dan die. En dan nog een van die. Oh, ik had er al 2 in staan ook. Dus deze is al lang en breed 10 plus. Ik heb geen indigo meer. Dus daar moeten we het maar even mee doen. Ik koop binnenkort wel weer indigo. Dus die boeketten kan ik dus ook niet maken. Ik heb broodjes even nodig. Wat kan ik er het beste in gooien? Oh ja, de broodje bacon dan maar. Nou, die mayonaise is vervelend, dus daar moet ik even een nieuwe van maken. Die jambroodjes gaan nog wel goed. Die zijn best vervelend te maken, maar kan nog wel. En komkommer sandwich moet ik nog een hoop van maken. Ik heb even eieren nodig voor hem. Dankjewel, Google. Nou, dankjewel, Google. Die is ook weer wakker. Ik riep haar naam niet eens. Dus dat is wat jullie op de achtergrond hoorden, als je dat hoorde. Ik liet jullie gewoon even gezellig mee luisteren. Goed, ze wensen me een goede reis. Dankjewel. Zoals ik kon zien op het scherm, ben ik nog gewoon bezig. Ik heb even persik nodig, want ik moet die smoothies maken. Die ik overigens net ook unlocked heb. Ik weet even niet zo goed meer hoe die smoothies heten. Ik tikte er net op, ik heb ze gewoon ingegooid. Ik denk dat het gewoon vruchten smoothie is ofzo. Kijk, Milou helpt mijn boompje zo. Dankjewel, Milou. En Wesley. Zo. We kunnen die even meer mooi verder. Ik ben geleveld. Ik zet maar even in de buurtchat. Zo, dan krijg ik hem weer allemaal gefeliciteerd, woehoe. Goed. Waar is die laatste product ook alweer? Waar heb ik die unlocked? Ik weet het niet meer. Ja, er moet iets met bananen kunnen. Ik moet iets met bananen kunnen doen. Dus er moet ergens nog een product zijn met bananen. Ik dacht dat die in een van deze sapmachines zat ofzo. Maar ik kan het goed fout hebben. De juwelenmaker zit er sowieso niet in. Hier ook niet. Level 90. Komt wel veel op level 90, jongens. Deze weet ik wel zeker, want deze krijg je niet eens meer producten. Na de bloemenkroon. Ja, dat lijkt me ook niet, level 101. Dan krijg ik op het volgende level wat er staat.
Nou, dit hoef ik allemaal, nou ja, behalve de gebakken rijst hoef ik niet zoveel om daarvan te maken. Ik heb even wat eieren nodig. Vijf tape, dat is wel leuk. Ik zie niet echt actieve eieren in de krant op het moment. Nee, ook verkocht. Maar ja, alle eieren zijn verkocht, jongen. Ik ben zo terug. Zo, daar ben ik weer. Ik moest even op pauze zetten, want er kwam mijn broer. Er kwam iemand binnen. Ja, dat was mijn broer. Ja. Ondertussen dat toen mijn broer binnenkwam, heb ik even gezocht naar bananen en zo. Ik vond er al 20, dus ik heb gelijk dat nieuwe product heb ik gelijk. Hier heb ik ook al twee van gemaakt. Dat zijn gemengde smoothies blijkbaar. En hier heb ik dus die bananensmoothies ingegooid. Bananen en koffie. Dus de bananenblad. Die heeft één banaan nodig, één melk en twee koffiebonen. Dus ook een makkelijk product om te maken. En alle producten. Deze duurde dus ook maar 20 minuten om te maken. Dus niet zo heel lang. Ja, zo. Dus ja, ik heb er lekker veel in gegooid. Dus daar heb ik straks ook een lekker voorraadje van. Wat is hier? O ja, die verkocht net planken, maar ik heb ze niet kunnen pakken, want iemand was hem voor. Nou ja. Oh, nou, 9 tape in mijn kraan. Oké. Dankjewel. Thanks. Nou, die zit op slot dus. Kan je ook niet veel mee. Je moet niet alles verkopen. Ja, dan moet hij wel. Als je te veel van een materiaal hebt, dan moet je dat gewoon verkopen. Ook op een lager level. Want dat levert veel geld op. Gebruik ik zelf natuurlijk. Ja, dat is ook wel een goed punt. Maar ik doe dat ook op mijn minis. Ja. Heeft goed veel op, ja. Dat heb ik gewoon allemaal even getypt. Nou. Wat kan ik nog even doen? Oh ja, tarwe oogsten, dat kan nog wel. Wat krijgen we ervan? Een bel. En dat is het. Geen twee dingen dit keer. Volgende level krijg ik twee nieuwe veldjes. Dus dan kan ik nog wel. Oh, ik wil eigenlijk niet naar de dorp. Maar ja, is goed. Dan gaan we nog maar even naartoe. Moest die toch nog even naartoe. Het is wel een. Ik weet niet wat ik allemaal typ. Ik weet niet wat ik allemaal typ. Maar. Ja, je ziet het wel op beeld. Ik heb even mijn punt gemaakt. We kunnen even naartoe rijden. Oh ja, hier is een giraf. Die pakken we even mee. En dan zit daar nog een neushoorn. Oh, en hier zit ook nog een olifant, maar daar kan ik lang niet bij. Nou, dan gaan we gewoon die neushoorn pakken. Zo, ik heb hem. Ja, ik ben een beetje op de buurtje aan het letten. En dan kunnen we hier nog net heen. En dan vullen we gewoon die request. En dan heb ik de tokens binnen. En dan, nou ja, dan moet ik morgen maar hier afleveren. Want morgen heb ik net vallen en zo. Maar vandaag heb ik al staken. Wat heb ik? Oh ja, twee varkens voeren, trucks en apen. Allemaal niet zo leuke dagelijkse taken, maar ja, dat vrij zo. Ik kan vannacht wel een apen planten en dat worden een paar zonnetjes.
Nou ja, ik denk dat we zo af gaan sluiten. Af gaan sluiten, sorry. Voice crack. Goed, ik ga afsluiten. Bedankt allemaal voor het kijken. Hoop ik vond jullie het leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje om op de hoogte te blijven van mijn nieuwe video's. En hele later schrijf je van me in. Peace out.